Er zijn duizenden modellen hoofdtelefoons op de markt, maar hoe vind je nu een hoofdtelefoon dat echt bij jou past? Nu, als je kijkt naar dat enorm aanbod aan hoofdtelefoons, dan is het natuurlijk heel moeilijk kiezen. En een goede manier om toch die keuze een beetje te beperken en het speelveld wat te verkleinen, is even kijken naar wat de verschillen zijn tussen hoofdtelefoons en dan kan je beslissen wat bij jou past. Kijk je naar hoofdtelefoons, dan kan je ze bijvoorbeeld indelen naar pasvorm. Je hebt hoofdtelefoons die over de oren passen, zoals dit, over-ears. Je hebt hoofdtelefoons die op de oren passen, zoals deze van Onkyo. En dan heb je tenslotte ook nog hoofdtelefoons, eigenlijk oortelefoons of in-ears, die in de oren zelf passen. Heb je ook in verschillende modellen die achter de oren haken of in je oorschelp heel goed passen. Pasvorm is één manier om hoofdtelefoons in te delen, maar er zijn er nog andere. Bijvoorbeeld, wil je een draadloze hoofdtelefoon met Bluetooth of wil je eentje met een kabel? Hangt er niet aan, want dit is een AudioQuest Nighthawk dat je met een gewone kabel aansluit op je versterker of op je mobiel toestel. Nu, de keuze tussen draadloos of bekabeld gaat vaak hand in hand samen met wil je hem mobiel gebruiken of ga je hem thuis gebruiken. Ga je mobiel gebruiken, ja, dan moet je hoofdtelefoon wel bepaalde kwaliteiten bezitten. En dan komen we weer al bij een andere onderverdeling dat meer technisch is, namelijk gesloten of open. De Nighthawk heeft een open driverbuizing, je ziet het hier. Dat wil zeggen dat de driver ook naar achter zijn geluidsgolven kan uitsturen. Maar je hoort daardoor ook meer omgevingsgeluid. Een gesloten hoofdtelefoon zoals deze Oppo PM3 heeft daar minder last van. Dus dat is een gesloten driverkast, waardoor de bassen ook wel wat krachtiger overkomen. Die open hoofdtelefoon die gaat vaak wat flauwere bassen hebben, maar qua detail en qua soundstage net natuurlijker klinken. Belangrijk natuurlijk als je mobiel bent, is dat je op die trein niet naar je medepassagiers moet luisteren of heel dat lawaai van de trein zelf wil horen. En dan ga je best voor een gesloten hoofdtelefoon. Mobiele hoofdtelefoons zijn altijd gesloten voor die reden. Eventueel wordt daar ook nog noise cancelling aan toegevoegd. Ideaal voor op een trein, maar eigenlijk ook wel interessant voor pakweg een open kantoor. Aan de hand van die onderverdelingen kan je al een soort rudimentaire keuze maken van welke hoofdtelefoontype wil ik juist. Dat bepaalt al voor een groot deel je keuze en dat verkleint het speelveld al wat. Maar er blijven in al die categorieën, of het nu gaat over in-ears of over-ears of on-ears, draadloos of niet draadloos, nog altijd over heel veel hoofdtelefoons. Zowel van hoge als van lage prijspunten. Hoofdtelefoons heb je eigenlijk wel vanaf enkele euro's. En de sky is niet de limit zoals bij speakers, maar je zit toch al gauw aan een paar duizenden euro's als je echt streeft naar het ultieme. Het echte ultieme is natuurlijk de Sennheiser Orpheus. Dat kost 50.000 euro. Dat is best wel een heel bijzondere hoofdtelefoon. Maar vergelijk je dat met speakers, dan zit je met 50.000 nog altijd niet aan de top. Bij speakers ga je van enkele honderden euro's naar honderden duizenden euro's. En dat is ook wel het interessante aan hoofdtelefoons. Je kan met een relatief bescheiden uitgave best wel op muzikale ontdekkingstocht gaan. Hoofdtelefoons zijn heel divers qua klankkleur. Ze zijn niet allemaal baszwaar bijvoorbeeld. Sommige brengen veel meer details naar voren. Sommige klinken heel wijd. Andere klinken net heel sterk in je hoofd. Je kan dus over hoofdtelefoons echt nog heel wat uitweiden. Zeker als je de volgende stap erbij betrekt, namelijk DAC's en hoofdtelefoonversterkers. Ben je niet echt zo geïnteresseerd in een hoogwaardige hoofdtelefoonervaring, dan is dat misschien niet zo belangrijk. Maar zodra je streeft naar een meer audiofiel geluid, dan zijn die extra componenten toch ook een cruciaal deel van het verhaal. In volgende video's gaan we nog kijken naar een aantal verschillen, bijvoorbeeld tussen open en gesloten hoofdtelefoons. Kijken we ook even wat de verschillen zijn bij Bluetooth hoofdtelefoons en duiken we toch even in dat DAC-verhaal, want ook dat is zeer boeiend. Abonneer je dus zeker op het YouTube-kanaal van HiFi.nl.